Ik ga natuurlijk onthouden dat mijn eerste jaar is dat ik echt bij een topteam een echte rol heb. Ik heb natuurlijk sommige wedstrijden iets minder gespeeld, sommige wedstrijden meer gespeeld. Alleen ik heb wel echt een rol gehad dit seizoen. En dan is het, dat ga ik nooit meer vergeten dat dit mijn eerste jaar is en met de fans. En natuurlijk, dit ga je voor altijd onthouden omdat je natuurlijk 3 prijzen hebt gepakt. De beker was mijn eerste prijs ooit die ik heb gepakt met een professioneel team, want ik heb in de jeugd wel een keertje gewonnen. En dan ga je van je eerste prijs naar je tweede prijs, naar je derde prijs in 1 seizoen. Dus dat ga ik nooit meer vergeten. Ik denk dat de kracht van ons team was dat we echt een team waren. En ik denk dat we allemaal hetzelfde doel hadden, dat we wilden winnen. En ik denk dat uiteindelijk gewoon met de laatste motivatie, de laatste energie om samen te spelen, hebben we denk ik die wedstrijd eruit gesleept. Bij veel uitwedstrijden is het publiek meegegaan, soms kleinere groepjes, soms grote groep. En je ziet ze altijd, want ze laten zich altijd horen. En mijn ouders zijn er ook altijd, dus ik kijk altijd wel in het publiek, dus ik zie ze ook eigenlijk altijd. Maar het is, we horen ze altijd, ze zijn er altijd, dus dat is helemaal geweldig. Nou, ik wil sowieso aan heel mijn game werken, want ik merkte wel dat ik op sommige vlakken wel echt tekort kon qua balhandeling. En doordat mijn balhandeling niet super goed is, tenminste op het niveau wat het zou moeten zijn, kom ik ook in moeilijkere situaties met passes geven. Dus als mijn balhandeling beter zou zijn, zou ik ook makkelijker, want ik zie het allemaal wel, maar ik denk dat ik soms, omdat ik de bal net iets kwijtraak, dat ik net niet de goede paas kan geven, wat gewoon zonde is. En ik denk dat ik gewoon veel moet schieten. En wat ook een heel belangrijk punt voor mij is fysiek. Dus aan de krachttraining, want ik merk ook dat soms als ik op de 3 speel, dan speel ik tegen mannen die zijn iets sterker. En die zetten me soms wel een beetje te makkelijk aan de kant. En dat wil ik niet.